Dwayne Kemp, het seizoen staat voor de deur. Ben je blij dat alles weer gaat beginnen? Ja, zeker. Vooral na zo'n leuke voorbereiding. We zijn natuurlijk weer het team naar Curaçao geweest. Voldoende wedstrijden gespeeld en ik denk dat iedereen echt klaar is om weer het seizoen te beginnen. Ja. Landskampioen, Europacup winnaar, sportploeg van het jaar geworden. Ja, ik zei het net ook tegen je trainer, de verwachtingen zijn hoog dit jaar. Ja, tuurlijk, maar ook voor onszelf. Ik bedoel, als team zijnde wil je altijd de beste zijn. En ja, ik denk dat iedereen zich gewoon lekker goed heeft voorbereid voor het seizoen. En plus de Europacup, dus onze doelstellingen zijn gewoon weer hoog dit jaar. Hoe staan jullie ervoor? Heel goed, voor mijn mening. Ik bedoel, we hebben sterke jongens erbij. Ricardo Dzeko, Ketje. Natuurlijk een hele grote aanwinst. En natuurlijk de talenten die erbij zijn gekomen. Dus ik denk dat ons team zeker sterker is geworden. Ja. En het zou wat zijn hè, als jullie opnieuw die twee grote prijzen en misschien wel weer sportploeg van het jaar worden. Ja, zeker. Ik bedoel, ja, sportploeg heb je nooit echt in de hand. Maar het spelletje goed spelen en gewoon hoe Neptunus honkbal speelt. Ja, moet het gewoon lukken, is mijn mening. Jij speelt al jarenlang voor Neptunus. Heb jij nog persoonlijke doelen voor dit seizoen? Nou, persoonlijke doelen is nooit echt mijn wat ik doe. Maar wel als team zijnde wil ik natuurlijk gewoon winnen. Als wij landskampioen worden en Europacup winnen, dan ben ik heel tevreden. En dat is ook mijn doelstelling, ja. Nou, je was volgens mij vorig jaar net geen sportman geworden. Dus dat is misschien nog een doelstelling, toch? Ja, maar dat komt vanzelf. Ik bedoel, als je gewoon lekker gewoon goed honkbalt als team zijnde en als het team gewoon lekker draait, dan speel je als persoon ook gewoon lekker goed. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is voor nu. Lekker gewoon elke pot spelen zoals de laatste pot is. We proberen alles te winnen en de Europacup winnen en landskampioen worden. Jullie hebben onlangs geoefend tegen Amsterdam. 1 keer gewonnen, 1 keer verloren. Heb je enig idee hoe de andere ploegen ervoor staan? Ik heb geen idee. Ik let niet echt. Ik let eigenlijk niet echt op de andere teams. Ik zorg gewoon dat onze jongens en wij gewoon lekker goed gefocust zijn en klaar zijn voor wie dan ook. Dus dat maakt mij niet uit tegen wie we spelen. Als wij gewoon spelen hoe wij moeten spelen, dan winnen wij voor iedereen.